Straks na de reclame Benny Jolink in zijn eigen muziekspecial. Hier achter mij gaat zometeen de cd-presentatie plaatsvinden van Howling at the Moon. Howling at the Moon is een solo-project van Benny Jolink. Nou, iedereen kent Benny Jolink wel van normaal. Maar dit is best speciaal, want hij zingt in het Engels. Hij heeft de plaat zeker niet alleen gemaakt. Hij heeft daarbij hulp gekregen van twee leden van de Dijk. En hij doet een duet met Frederik Spicht. Wij gaan even kijken hoe dat klinkt. Sweet woman, got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Cause if you mind your business, you won't be minding mine. Oh, the woman on a party line's the naughtiest thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Cause if you mind your business, you sure won't be minding mine. Turned around at 2:03. And brother, that's my headache. Don't you worry about me. Just mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. If you mind your business, you won't be minding mine. Well, mind your business. To heaven just as easy as you. Just mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Cause if you mind your business, you won't be minding mine. Minding other people's business seems to be hard-toned. I got all that I can do just to mind my own. Just mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Ik heb Eddie Christiani nog meegemaakt. Mm-hmm. En ik heb nog meegemaakt de tijd dat er nog geen rock'n'roll bestond. Ja. Het woord bestond nog niet. Nee. Ik heb nog bewust meegemaakt. Ja, dat is toch geweldig eigenlijk. Hè? En toen kwam mijn broer, die is 4,5 jaar ouder. En die had ook een vetkuif en die had een motor. Eerst een brommer en later een motor en zo. Dus ja, daar keek ik wel tegenop. Maar die bracht platen mee. En er was twee Red River Rock van Johnny and the Hurricanes en To the Fruity van Little Richard. Little Richard. En toen ik dat hoorde, en daarvoor had je dus alleen maar Herover Berg en Dal en Eddie Christiani en Spring maar achterop. Ja. En ja, Tom Manders, een groot bewonderaar van Tom Manders. Maar dat soort dingen had je, meneer Kostijn. En dan komt er zo in. Ta 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 ta. Red River Rock op de hemel en dan wam bam en noem maar blam bam bam. Ja. Wauw, godverdomme, ja, ja, ja. Als een vlieg platgeslagen, doodgedrukt tegen de muur achter het behang, zeg ik nog. God gloeiende, god, god, god. Dat is wel even een andere koek, ja. Zeg. Tjonge, jonge, 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 dat was, ja. Helemaal. Ja. Nou, dat. Ja, dat was echt ongelooflijk. Wat grappig, hij had een pick-up, die nog zo'n opdraai-pick-up. Dus met zo'n toeter dran. Maar dan had hij wel een elektromotor aangemaakt. Had hij zelf en het voordeel had dat dat ding dan aan het eind nog dezelfde snelheid had als aan het begin. Wat bij een opdraai, die pick-up niet zo was. Ja. Dus wel elektronisch. Maar daar hoorde ik die platen op. Maar dan ga je zelf spelen? Ja, 100 jaar later. Een beetje beginnen, 100 jaar later. En dan komt ergens het idee,
Ben je in het Engels begonnen? Of had je meteen het idee, weet je wat, we gaan het gewoon in het Achterhoek doen? Nee. Ik had wat. Ik was beeldend kunstenaar en dat vond ik helemaal kut. En toen had ik daar wat liedjes over geschreven op rijm. Maar zonder daarbij na te denken, deed ik dat natuurlijk in de taal waarin ik nadacht. Dus dat was in de Achterhoek en er was helemaal niks bijzonders of absoluut geen briljante vondst. Maar toen gingen we er optreden en een bandje maken en die teksten werden daarbij gebruikt. En toen gingen we optreden en toen kreeg ik pas in de gaten dat dat bijzonder was. Ja. We hadden een blues en die ging over, ik zat laatst te schijten op de play. En een logo festival, 10.000 mensen en de intro, lang intro. En ik zat laatst te dritten op de play. En al die mensen, wat is dit dan? Ja. En toen kreeg ik zelf pas in de gaten. Maar nee, maar dat is iets heel bijzonders. Toen je dat optreden had. Nee, dat was in Lochem. In Lochem. Helemaal van zag 1975. Maar we deden ook Engels en Nederlands. Ja. Alleen dat hebben we toen onmiddellijk geschrapt. Omgegooid. Ja, we hadden in de gaten van, hé. Bovendien had ik in de gaten van, dit is eigenlijk wat ik wil. Ja. Schilderen, daar stappen we maar eens mee. We'll be right back.
ergens laten vallen dat ik wel een ooit eens een keer een countryplaat zou willen maken. En of die man het nou wel goed verstaan of gehoord had, maar hij zei, ja, ik heb ook nog een tip. Want namelijk Anthony en Pim van der Dijk, die hebben een sabbatical year en die willen wel een productiegebied iets doen. Eigenlijk toen ik dacht van, nou, laten we eens een gesprek houden, toen was eigenlijk het idee van een countryplaat al vermoord. Maar toen hielden we een gesprek en de rest... Ja, de rest, dat ging toen vanzelf. Dat liep zo. Maar ja, dan moet je dus met Anthony en Pim repertoire gaan samenstellen. Ja. Heb je dat zelf gedaan of hebben jullie dat met z'n drieën gedaan? Nee, met z'n drieën. Vanaf dat moment ging alles met z'n drieën. En er zijn, ik heb een hooibergschuur. Mm-hmm. Hooiberg noem ik dat. En nou, daar zijn we ingekropen. En een hele tijd later er weer uitgekomen en toen hadden we een paar liedjes. En voor jullie, want het moet toch wel apart geweest zijn om gebeld te worden en zeggen, willen jullie in eerste instantie een countryplaat met Benny Jolink gaan maken? Nou, ik hou wel van country hoor, dat was het probleem niet. Het was meer dat je wel vaker wordt gebeld en dat je er nooit meer wat van hoort. Ja. Dus in dat geval was het niet dan... Maar in eerste instantie de beslissing nemen om een sabbatical hier met de dijk te nemen en dan uiteindelijk toch dit te gaan doen. Ja, nee, want het was niet de bedoeling om niks te doen. Maar het was de bedoeling om een jaar geen dijk te doen. Ja. En dat is wel gelukt. Ja. Tot nu toe. Oh, dat vind ik goed om te horen. Ik mocht een duet doen met Benny en ja, Hein, de bassist, Hein Offermans heeft zeg maar de plaat ingespeeld als bassist en die zit ook bij mij in in mijn tentje. En Hein had gezegd, dat moet jij dan doen, dat duet. En ik zei, ja, dat wil ik doen, dat duet. Ja. Want ik verlangde daarnaar naar Benny, zeg maar. Verlangen is... Ja, ik zou daar hetero voor worden, voor Benny Jolink.
als je je eigen teksten zingt, mm-hmm. en dan is het woord zingt al niet helemaal terecht meer. Dat zijn je eigen in het dialect, dus dan ga je meestal schreeuwen om de boodschap over te brengen. Dus bij normaal ben ik eigenlijk heel veel met schreeuwen bezig. En Anthony moest voortdurend zeggen, nee, zing maar gewoon. Ja. Je gaat voortdurend op de turbo. En dan, nee, dat hoeft helemaal niet. En als je in het Engels zingt, dan is die tekst, en vaak is het niet je eigen tekst, of als het in het Engels is, is het kennelijk de betekenis wat minder indringend. En dan ga je toch heel voor jezelf bedoel voor mezelf, ja. En dan ga je toch anders zingen. Of dan ga je meer zingen, minder schreeuwen, minder roepen, minder. Dus je gaat meer gewoon zingen. En je zingt ook dingen die je anders in het Achterhoekse zo nooit uit je bek zou kunnen krijgen. Dus, baby, baby, I get down on my knees for you. Ja. Dan denk ik dus alleen maar aan Beffen. En, ja, dan raakt dus de timing en al die dat dingen in de war. Maar als je dat waarom met... ik mee ben gaan doen. Ja. Had je dat met normaal niet aangedurfd, zo'n tekst? Nee, ja, niet aangedurfd. Ik zou niet op het idee komen. Nee. Dat eigenlijk meer. Als Benny jou nou gevraagd had om met normaal... Had ik het ook gedaan. Had je het ook gedaan. Leg ik moet eerlijk toegeven. Wat is het is Benny gewoon, denk ik. Ik vind... Kijk, toen Benny daarmee begon met dat dialect, werd het als een grapje gezien. Snap je? Toen was het iets komisch. Mm-hmm. Terwijl hun intentie niet eens zo komisch was. Het was wel gemeend. Ja. En nu dat dialect dan algemeen aanvaard is, is het ook helemaal cool. Ja. Terwijl, dat was het toen ook al, alleen dat werd niet zo genoteerd als het ware. De grap is, jij bent min of meer een andersommetje gaan doen, vanuit het Engels naar het Nederlands, met Engel. En nu weer terug, Engels zal je altijd Ik vind het heerlijk om weer in het Engels te zingen, moet ik je eerlijk zeggen. Het is toch echt een hele goede taal om popmuziek te zingen, snap je? En het vloeide gewoon aardig. Dan verrekt het niet zoveel in het Engels. En als je het in het Nederlands is, ja, je praat zelf redelijk Nederlands, dus dan wil je het ook. Het moet en taalkundig goed zijn, maar het moet ook zeggenschap hebben. Ja. Maar het moet ook lekker bekken. Het laatste vind ik in het Nederlands een probleem. Ja. Ja, zeker als je het in het ABN moet doen. Ja, dat bedoel ik.
so please.